Ik ben Solko Schalm. Ik ben 75 jaar oud. Ik heb tot mijn 65ste bij het Erasmus MC gewerkt op de afdeling leverziekte. En daarna bij Liverdoc, een digitale uitgeverij waar wij beslist ondersteunende software maken. Bijna elke dag ga ik naar mijn werk met de fiets naar een van de mooiste plekjes van Rotterdam. Stimulerende omgeving en daar werk ik met veel plezier. Ik heb dus aan het eind van mijn carrière gezien hoeveel mogelijk er is in leverziekte en hoe weinig daarvan gebruik wordt van gemaakt. En ik vond dat een hele interessante manier om te proberen de kennis over leverziekte toch op een moderne manier te verspreiden. Met de app willen wij bewerkstelligen dat de arts binnen een minuut over die informatie beschikt die op die patiënt past en die hem helpt op dit moment bij het maken van een prognose of bij de keuze van therapie. We moeten natuurlijk toch nog wel even vaststellen dat met deze nieuwe methodologie inderdaad toegevoegde waarde hebben, dat het beter werkt dan op een ander zin. Maar ik ben heilig ervan overtuigd dat het niet beter werkt, maar dat het veel beter werkt. Dames en heren, ook voor mij is het een geweldig moment om voor u hier te mogen spreken. En ik neem u even mee terug, 50 jaar geleden, 1965, was ik betrokken bij de eerste levertransplantaties die in Nederland bij de hond gedaan werden. En mijn vrienden en artsen die zeiden, ben jij gek geworden? Waar ben je mee bezig? Dat is iets wat nooit gaat lukken. En nu, 50 jaar later, gebeurt dat elke week in het Erasmus MC en over de hele wereld. En als ik dus de Jeroen de Jonge hoor praten over het bouwen van een nieuwe lever, dan denk ik, Jeroen, gaat dat lukken, maar ik wens hem veel succes. Toen ik met emeritaat ging, zoals ik al gezegd heb, toen was ik toch wel een beetje geschokt hoe weinig kennis er over de leverziekte in Nederland bekend was. Bij het publiek, bij de huisarts, bij de specialisten. En toen dacht ik, ik ga proberen die academische kennis naar de praktijk te brengen. En wat zeiden mijn vrienden, mijn collega's? Ben je nou helemaal gek geworden? Dat gaat nooit lukken. Dus we moeten nog 50 jaar wachten om te zien of dat daadwerkelijk lukt. Maar 10 jaar geleden was ik dus nog, als vele van de artsen die ik gesproken heb, betrokken bij de behandeling van patiënten. En wat mij toch altijd geweldig opviel, was dat er allerlei verschillende type patiënten zijn. De meeste kwamen naar ons toe en die zeiden, dokter, elders heeft men dat en dat vastgesteld. En men zegt, er is eigenlijk geen behandeling meer mogelijk. Maar heeft u nog wat in de kast? Want ik wil nog zo vaak wat verder. De patiënt die alles uit de kast wil hebben. Maar er waren ook andere patiënten, meestal wat oudere patiënten, die zeiden, dokter, ik heb een probleem, daar ben ik elders voor geweest. En dan zei men, u moet een zware operatie ondergaan. Of een zware behandeling met bepaalde middelen. Maar gaat dat mij nu eigenlijk helpen? En dat was de patiëntentype die zei, eigenlijk aan mijn lijf geen polonaise. En er was een derde type patiënt, de wat meestal wat jongere patiënt, en die kwam en die zei, dokter, volgend jaar willen mijn vrouw en ik een kind hebben. Kan die behandeling voor hepatitis C van augustus tot december gepland worden, zodat wij volgend jaar dat kunnen doen? De plannende patiënt.
En zo ziet u dat ik al heel lang geleden geconfronteerd werd met allerlei verschillende type patiënten. En dat ik van mening was dat de keuze van de patiënt en de gerechtvaardigde wensen van de patiënt van essentieel belangrijk zijn bij de keuze van de therapie. En dat je eigenlijk geen goede dokter kan zijn als je niet die keuzes en die wensen van de patiënt kent. Maar in de zorg van nu zijn er richtlijnen en protocollen en regels van zorgverzekeraars. En die regels, die worden niet gemaakt door de patiënten. Maar het zijn vaak goedwillende artsen of beleidsmakers of ambtenaren bij een zorgverzekeraar die bepalen wat er dus in een bepaalde situatie moet gebeuren. Is dat erg? Ja, dat vind ik erg. Als het mijzelf zou betrekken, zou ik dat erg vinden. En ik denk, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus de vraag is, hoe lossen we dit probleem op? En in mijn ogen is daar maar één oplossing voor. En dat is dat de patiënt beschikt over eenvoudige, heldere informatie over welke behandelingen mogelijk zijn. Niet alleen wat mogelijk is, maar ook wat de effecten, wat de resultaten zijn van de behandelingen in termen van genezing en in termen van bijwerkingen. Dus het is ontzettend belangrijk dat u als patiënt weet welke behandelingen zijn mogelijk, met welke behandeling krijg ik welke genezing en wat zijn de bijwerkingen daarvan. Nou, vroeger was dat iets ondenkbaars. Je moest daar jaren voor studeren, dan moest je de literatuur bijhouden. Maar tegenwoordig is het misschien wel mogelijk. Ik denk dat de merendeel van u of in uw tasje of in uw broekzak een smartphone heeft. En met ICT is het dus mogelijk om daar een klein appje op te zetten. Dus dat is het onmogelijke concept wat wij nu hebben om de patiënt te informeren en dat u eigenlijk dezelfde informatie heeft als de huisarts, als de specialist en dat u samen kan bepalen wat voor u goed is. Nu ben ik zelf een beetje een dirigent van het orkest die dus deze dingen maakt en ik heb dus meegenomen Arjan Toet. Dat is de man die dus met name betrokken is bij het patiëntvriendelijk maken van de informatie die we hebben. En ik geef hem graag het woord om te laten zien wat wij nu gemaakt hebben. De therapieselector die dus op dit moment voor hepatitis C praktisch klaar is. Het woord is aan Arjan Toet. Dank je wel. Zorgo, dank je wel. Dat ik dus hier de eer mag hebben om deze toch al zeer unieke app aan jullie te presenteren. Het is de eerste app die deze informatie eigenlijk ook in zich heeft. Even kort, mijn naam is Arjan Toet. Ik ben 15 jaar werkzaam in de wereld van e-learning, zoals dat heet. Ik heb een ontwerpbureau voor trainingen in Amsterdam. En Zoko heeft ons gevraagd van, kunnen jullie de app voor therapie over hepatitis C geschikt maken en toegankelijk maken ook voor patiënten? We zijn natuurlijk met patiënten in gesprek gegaan. En ja, wat willen patiënten? Die willen vooral weten, wat is de kans op genezing? Uiteindelijk ook, hoe betrouwbaar is die informatie? Ook, wat zijn de bijwerkingen en wat zijn de kosten die daarbij horen? En wat ik nu ga laten zien is eigenlijk als antwoorden op de vragen die de patiënten daarin dan ook hebben.
Het is even een klein beetje technisch. Het is een webapp, zoals Sokka ook aangeeft. Dat betekent dat het draait op de smartphone, op de tablet en ook op de laptop, dus gewoon op de pc. Ik heb het nu gewoon even voor het gemak in de presentatie als een kleine window van de pc gepakt. Ik had het hier graag even live gedemonstreerd, maar ik klik er gewoon even hier met mijn klikker doorheen. U wilt weten als patiënt welke therapie past nu uiteindelijk bij mijn profiel. Het is in het Engels, de app komt ook in het Nederlands. Voor nu gaan we even in het Engels aan de slag en ik zal jullie er even doorheen helpen. Dus let's find out now. Daar wordt op geklikt en dan is er eigenlijk een viertal vragen, redelijk eenvoudige vragen, die je moet beantwoorden als patiënt. En dat geeft namelijk een overzicht van het profiel van de patiënt. Ik heb even een kleine, zoals dat dan in de keuken ook gebeurt, wat voorselectie gemaakt. Ik heb even antwoord gegeven. Ik heb gekozen voor de HCV mono-infection. Ik heb, dat is namelijk degene die met een factor 8, heb ik begrepen, het meeste voorkomt. De PEG-IFN therapy without SVR. Dat betekent dat iemand al een eerdere behandeling heeft gehad. De meest voorkomende genotype. Ik heb begrepen 40% in Nederland heeft genotype 1. In iemand die het acuut nodig heeft, een cirrhosis child A. Uiteindelijk gaat het erom, nu wat voor behandelopties heb ik als patiënt? Ik druk op generate en wat wordt er getoond? Ik zal het ook even hier met aan de bovenzijde de keuzes die je zelf hebt gemaakt op basis van het profiel. En hieronder, ja, het wordt toch wel even een klein beetje complex. Ik zal het even kort toelichten. Het geeft de titel van de behandeling, geeft het weer. Daarbij ook de looptijd van de behandeling. 12 weken, 24 weken, 12 weken. En uiteindelijk in percentages de kans op genezing. Maar, de vraag die er ook was, hoe betrouwbaar zijn die gegevens? En dat wordt hieronder ook weergegeven. Dat is of laag of gemiddeld of hoog. Daar kan je ook op filteren, dus je kan zeggen van nou, laat mij de lagere kwaliteit of de lagere betrouwbaarheid, filter die maar weg, want ik ga liever voor de hoge zekerheid. Dat heb ik hier ook even gedaan, dus ik heb even alleen geselecteerd op de hoge. Stel nou, ik kies voor deze, volgens mij heb ik hiervoor gekozen, de Ledipasvir Sofos Buvir van een looptijd van 24 weken. Stel dat ik daarop zou klikken, wat voor informatie krijg ik dan? Nou, dat is als volgt. U krijgt een overzicht met hoe groot is het aantal patiëntengroep waarmee deze studie is gedaan. Dat is 99. In welke referentie is dit onderzoek zeg maar te vinden? Vervolgens ook, wat voor bijwerkingen zijn hierover bekend? Dit is voor mij op dit moment nog iets wat abracadabra. Dus we zijn in grote slag om ook dit soort informatie wat patiëntvriendelijker te maken uiteraard. De kosten in het Frans, in Nederland en in Amerika. En uiteindelijk ook de recommendations vanuit de guideline. Nou, tot slot, als je je dus voorbereidt als patiënt in het gesprek, in het consult met de dokter. Ja, wat wil je dan? Stuur mij de informatie even naar mijn e-mailadres. Dan kan ik dit ook gewoon met de dokter bespreken. Zoals gezegd, zeer uniek dat al die informatie ook beschikbaar gaat worden. Uiteindelijk ook gewoon voor de patiënten in gesprek met de arts. En waar zijn we op dit moment mee bezig? Volgens mij ben ik dus al ver over de tijd. Dus iemand moet mij dadelijk maar even stoppen als het niet meer kan. Maar we hebben de beta-versie, die komt half december, is die beschikbaar. En de live-versie gaan we half januari lanceren. U zou nu ook al gewoon gebruik kunnen maken van de versie die op dit moment door artsen worden gebruikt. Ik raad het u niet aan. Ik zou gewoon lekker even nog wachten een paar weekjes. En dan wordt er een veel patiëntvriendelijkere versie namelijk live gezet. Voor mij is het ook zeer abracadabra wat voor informatie er voor de artsen allemaal in staat. Maar mocht u toch interesse hebben, dan kunt u dus gaan naar de URL die hier staat. Zal ongetwijfeld ook nog verspreid worden. En om een klein kijkje in de keuken te geven in waar wij nu op dit moment staan. Ja, wij maken de work in progress. Het moet nog gebruiksvriendelijker worden.
Het moet nog simpeler worden om de keuzes te maken in taal, maar ook in vorm en in kleurgebruik. Makkelijkere iconen waarin je ook makkelijker je profiel kan aanpassen. En aan de hand van deze informatie sneller een overzicht hebt van wat voor behandelopties zijn er voor mij beschikbaar. En welke past uiteindelijk bij mij. In het kort. Wij zijn op zoek naar mensen hier in de zaal. We horen graag ook van patiënten zelf hoe jullie de app ervaren. Als u zich zou willen aanmelden om te participeren in de klankbordgroep, dan zouden wij daar zeer verheugd over zijn. Wilt u gewoon op de hoogte blijven over de ontwikkeling van de app die we dus met Zocco maken, meld u zich dan alsjeblieft aan bij het e-mailadres wat ik ook hierboven heb neergezet. Het is info@liverdoc.nl. Samen met u kunnen we er namelijk voor zorgen dat we de app nog beter en nog toegankelijker en geschikt krijgen voor patiënten. Dat was eigenlijk wat ik met u zou willen delen. Zocco, heb jij daar nog iets op aan te voeren, aan te vullen wellicht? Nee, dit is de eerste app die we dus specifiek voor hepatitis C maken. Maar wij willen proberen dit ook in het volgend jaar voor hepatitis B en de andere leverziekten ook te doen. Dus dat is het grote programma waar wij nog de komende jaren mee bezig zijn. En dank dat u in ieder geval naar ons heeft willen luisteren. Ja.